Dit is BRT1 Service en Informatie. Tot uw dienst. In gezelschap van Paul de Wijngaard. Goedenavond allemaal. Enkele dagen weg geweest, maar ik doe toch weer alsof er niks aan de hand is. Hoewel, een kleine 90 minuten, laten we zeggen 88 minuten, hebben jullie tijd om onze dringende boodschappenlijn als klaagmuur te gebruiken. En dit is toch wel een nuttige boodschap van onze vrienden van televisie die wij hier net binnengekregen hebben. Die mensen van televisie die maken, dat is voor het programma Inspraak 80, maken een programma rond Sibiers. Want morgen namiddag zouden die mensen filmopname willen maken. Met wie? Wel, met jonge vrachtwagenchauffeurs die een bakske in hun vrachtwagen hebben en daarover het een en ander nuttig kunnen vertellen. Police message in a bottle. Attentiefrequentie, CB, Citizen Band of Burgerband is Alpha, een spreekbuis voor de stilzwijgende meerderheid. Bravo, een hobby voor praatgrage techniekers. Charlie, een geheime code voor vakidioten. Of is CB gewoon een middel om nog eens met iemand te praten? Genoeg vragen alleszins voor deze inspraak. Op dit ogenblik zijn er in België immers tussen de 350 en de 600.000 Sibiers. Dat hangt alleen af van wie ze telt. Naast bloeiende commercie reizen ondertussen hobby- en serviceclubs als paddenstoelen uit de grond. Waar is dat allemaal goed voor? Sterke verhalen rond CB. Een jong meisje en een jong jongetje lopen thuis weg. Wat gebeurt er dan? Ja, degelijk, smiddags hadden wel degelijk de houders een briefje gevonden dat ze wel degelijk naar Londen waren vertrokken. En dan is dat wel degelijk over de CB-bank met medewerking van een Texas Ranger. En oké, die heeft wel degelijk me opgeroepen over de kanalen. En dan heb ik wel degelijk steentje bij geweest en die vroeg de info of de verdwijning daar te geven op het truckerskanaal. Truckerskanaal, dat is het kanaal van de camionneurs, hè? Ja, dat is eigenlijk de 19, hè. Ik heb dat eigenlijk gedaan. Ik heb eigenlijk over het kanaal 19 de verdwijning van dat koppeltje zogezegd overgesmeten. En dat is wel helemaal heel positief in gang gegaan, maar dat is eigenlijk op alle stationnetjes en op alle kanaaltjes aangenomen. Is het laat geworden voor mijn nieuwsdat? Nee, 3 uur nadat hebben ze wel eigenlijk het koppeltje voor hem gevonden en dat was wel eigenlijk in Rotterdam. Het was wel degelijk in de States dat CB bestaansrecht verworven heeft bij de truckers of vrachtwagenbestuurders. Tijdens perioden van olieschaarste ontdekten zij CB als een afdoend middel om kilometers en dus brandstof en dus ook heel wat geld te besparen. Vrachtwagenrijders kunnen CB alvast niet meer missen. Naast de romantiek van vlam in de pijp is CB een praatgrage compagnon geworden om kilometers aan elkaar te praten, om slaperigheid te overschreeuwen, om praktische informatie te vergaren en uit te wisselen. Attentie plateau, bent u standje bij? Ja, kijk, van Duivik aan het plateau, ook standje bij, hè? Ja, plateau jongen, goeie namiddag, alle beste nummertjes jongen, een dikke 73 en altijd dat ik een wens neem man, voor een goeie namiddag te hebben neem man, voor de lookie truck is dat kappa jong. Maar ja, ik heb een
een buikje in pakken, hoor. Ik heb geen buikje in pakken. Ik ben niet zo goed gezind, want ik zit een keer wel met een kleine pannen, hè, met een kleine pannen. Hè. En dat moet wel een beetje verholpen worden, hè, want dat is altijd negatief voor iets, hè. Ja, dat is wel negatief voor uw kanten, man. Attentie RX7, attentie RX7. Ja, RX7, standje bij. Plato aan de mic hier. Ik sta in Mechelen op de groentemarkt en de wagen die wil niet meer in gang. Ja, oké, 100% joh. Ik kom het deponeren. Oké, binnen een kwartiertje mogen we wel verwachten. Is dat kapot? Wat sceptici ook mogen beweren, wat dossiers ook mogen vertellen, CB is voor truckers alvast een dagelijks gebruiksvoorwerp geworden. Ja, dat is pech even, hè. Hoeveel uren ben je op de baan? Normaal gezien is dat toch minimum 16 uurtjes. En verandert dat nu iets van CB? Inderdaad, hè. Dat verandert enorm veel, want als wij bijvoorbeeld oververmoeid worden of we krijgen bijvoorbeeld slaap, dan kun je een keer babbelen met de een of de ander. Dus gaat altijd iemand dus, dat dagelijks mee in contact komt. Zou je nog kunnen missen in je camion? Nee, nooit. Nooit, want op alle uren van een dag kun je vragen dus hoe dat staat met het wegennet, geen ongevallen of dat de banen onmiddellijk vrij zijn, dus dat je kan doorrijden. En die verhalen, die wilde verhalen over hulp van camionneurs onder elkaar, schijnt het dat nu weer beter gaat met die CB? Ja, dat is werkelijk de waarheid ook. Want tegenwoordig als iemand in pannen valt en die heeft een bakje instaan, het is gewoon dus oproepen en zodra je dat je hem tegenkomt, stopt het onmiddellijk. En een stuk veiligheid ook, want je valt minder rap in slaap achter je stuur, hè? Dat is zeker, dat. Heel zeker. Het is voor jou een goede convoyeur. Ja. Als we niemand anders meekrijgen, moeten we wel dat bakje pakken. Oké, goede reis. Dank u.